Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij alweer de 21ste aflevering van Spinoza te Paard. En nu we net met een nieuw seizoen zijn begonnen, dan doet het ons toch wel deugd om weer zoveel bekende gezichten te zien. Ons trouwe volk bij Spinoza te Paard. U weet wat er gaat gebeuren, maar er zijn ook een hoop nieuwe mensen bijgekomen. En dat is ook mede te danken aan onze nieuwe partner Quest. Dat tijdschrift met al die interessante feitjes over technologie. Die nou naast MBO natuurlijk raten nou ook een partner is in het geheel. En natuurlijk het paard van Troje. En omdat we hier een paard van Troje staan, zoeken we altijd een beetje de link tussen de wetenschap en de muziek. Want ja, de wetenschappers die hier staan, dat is natuurlijk absoluut de top. Als je die Spinoza-premie wint, dan krijg je 2,5 miljoen euro vrij te besteden aan een wetenschappelijk doel. Dat zijn echt toppers van de Nederlandse wetenschap. Maar u komt hier ook voor een gezellige avond en u bent hier in het paard van Troje. Dus we zoeken altijd ook een beetje de link met de muziek. Nou, dan hebben we vaak in de pauze hebben we dan de favoriete nummers. Nou, dit was dus muziek van Martin Scheffer zelf. We hebben ook wel eens experimenten gedaan. Hè? Dus dat bijvoorbeeld Henk-Jan Honing met allerlei muzikale experimenten. Gingen we meezingen, meeklappen, kijken of de muziek goed gaat en dat soort dingen. We hebben bijvoorbeeld met Ben Scheres een avond gehad over zelforganisatie. Nou, dan moet je natuurlijk improvisatie gaan doen. Hè? Een jam-sessie, Ben op gitaar, ik op de drums. Klonk nergens naar, maar de muziek die we vanavond hebben, die is echt goed. Want onze Spinoza-laureaat is niet alleen hoogleraar aquatische ecologie aan de Universiteit Wageningen en heeft natuurlijk ook die prestigieuze Spinoza-premie gewonnen. Nee, de man heeft inmiddels ook 15 cd's bij elkaar gespeeld en al honderden optredens gehad. Dus daarom vanavond wetenschap en muziek tegelijkertijd. En daar beginnen we ook mee, met de muziek. En hij wordt daarbij begeleid door Fred Abbing. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Martin Scheffer. Sinds de oertijd probeert de mens grip te krijgen op de wereld met rituelen, geloven. En nu hebben we wat beters. Wetenschap. Wetenschap die tot een ongelofelijke hoogte is gestegen. Maar als je het goed bekijkt, is het eigenlijk wel een hele onregelmatige ontwikkeling. We weten heel veel van heel weinig. En als je kijkt in de tijd hoe het is gegaan, is het ook met horten en stoten gegaan. De basis is gelegd door de oude Grieken, eeuwen voor Christus. Aristoteles, die prachtig had uitgewerkt hoe je moet redeneren, de wetten van de logica, is later bij elkaar gebracht onder de titel Organum, het gereedschap. Het gereedschap om de wereld te begrijpen. Het gereedschap zit hier. Redeneren, denken. Het duurde 2000 jaar voordat iemand een ander boek schreef. En dat heette Het Nieuwe Gereedschap. Novum Organum. Francis Bacon. Rond 1650. En wat was het nieuwe? Het nieuwe was dat hij zei, je moet niet alleen redeneren, je moet ook om je heen kijken. Gewoon observeren, heel goed kijken, allemaal gevallen beschrijven en kijken of je een patroon ziet. Inductie.
noemen we dat nou. Wat Aristoteles deed was deductie. En dat zijn nog steeds de twee pijlers van de wetenschap. Het was een hele goede tijd van Francis Bacon. Ook de tijd waarin Stradivarius leefde. Stradivarius vond de moderne viool uit. Moderne viool, 1680. Sinds die tijd is er niks veranderd. Als je nou een viool koopt, geheid, een kopie van Stradivarius. Daarna, stagnatie. In die periodes van stagnatie gebeurt er natuurlijk wel wat. Het is niet dat er niks gebeurt. Maar als je achteraf erop terugkijkt, draaiden we eigenlijk vooral in een kringetje rond. Net als de muziek van Philip Glass in een kringetje ronddraait. Met kleine variaties. Horten en stoten in de ontwikkeling. En wat ik al zei, ook niet heel gelijkmatig wat we nu weten. We weten wel heel veel. Maar waar weten we nou veel van? Van sommige dingen, maar van heel veel dingen niet. Eigenlijk weten we vooral veel van onderdeeltjes, van kleine dingen. En veel minder van de grote dingen. We weten behoorlijk goed hoe een CO2-molecuul in elkaar zit. Maar hoe het klimaat werkt en wat er gebeurt als we daar wat meer van die CO2-moleculen in doen, is ontzettend moeilijk te begrijpen. We weten behoorlijk goed hoe een zenuwcel werkt. Maar hoe een hoeveelheid zenuwcellen bij elkaar denken, hoe gedachten worden gevormd. Daar hebben we totaal geen sjoegen van eigenlijk. Ik denk dat we het wel kunnen. Ik denk dat we erachter kunnen komen. Dat is natuurlijk het fantastische. Hoe denken wij? Of zijn onze hersens misschien helemaal niet geëvolueerd om te kunnen denken over hoe ze zelf denken? Dat soort grote vragen. Daarover wil ik het vanavond graag hebben. Niet over de kleine dingetjes, maar over die grote, moeilijke vragen. En ook over waarom die zo moeilijk zijn. En waarom het zo slecht lukt om sommige vragen op te lossen. En hoe het misschien wel zou kunnen. Het wordt geen klassieke lezing, dat heeft u al gemerkt. Ik probeer alleen maar kleine miniatuurtjes te geven van een idee wat ik de moeite waard vind. En voor u er goed en wel over kunt nadenken, proberen we u af te leiden. Waarom? Als je kijkt naar de grote ontdekkingen in de wetenschap, dan zijn die heel vaak gedaan door mensen die even waren afgeleid. Er zijn allemaal voorbeelden van, maar u weet het zelf ook. Een idee komt meestal niet achter de computer op je werk, maar vaak als je onder de douche staat of aan het wandelen bent. Darwin, die wist dat ook al. Die had speciaal een pad in zijn achtertuin gemaakt om te wandelen. En hij hield bij hoe lang hij erover deed om een probleem op te lossen. Dan had hij bijvoorbeeld steentjes bij zich. En iedere keer als hij langs een bakje liep, dan deed hij één steentje in het bakje. En achteraf telde hij hoe lang hij had nodig gehad, hoeveel rondjes, om over een bepaald probleem na te denken. Het is een beetje onhandig als we met z'n allen gaan wandelen hier. Maar we proberen de muziek te gebruiken om u net een beetje in een andere stemming te brengen. Muziek van variërend van Philip Glass tot de oude Bach. Van Bulgaars, speciaal voor Bianca die hier is. Ik hoor dan een geluidje. Tot experimenten op de elektrische gitaar. Van zwaar, zoals Philip Glass, tot luchtig. Thank you.
Is het zo dat een inzicht niet op kantoor komt, maar als je onder de douche staat of tijdens een wandeling? Ik weet het niet. Maar het lijkt wel alsof er dan een soort van filter een beetje open gaat, waardoor er wat meer associaties komen. Klinkt wat vager, maar dat filter is net ontdekt. Dat zit in ons hoofd, ergens middenin. Dat is de thalamus, een soort van schakelcentrum. En bij sommige mensen werkt dat filter beter en bij anderen werkt dat minder goed. Dat kun je zien aan het aantal dopamine-receptoren dat in dat gebied zitten. Normale mensen hebben veel dopamine-receptoren daar. Filter werkt heel goed. Mensen die schizofreen zijn, hebben er heel weinig. Filter werkt niet. Alles komt maar naar binnen. Alles buitelt over elkaar en ze kunnen het verschil niet zien tussen iets wat echt is en iets wat niet echt is. En wat zit er tussenin? Daartussenin zitten creatieve mensen. Dat hebben ze op het Karolinska Instituut in Zweden uitgevonden. Creativiteitstest gedaan. Creatieve mensen hebben net een filter wat net iets minder goed werkt. Daardoor floept er wel eens wat in. Als dat een beetje verder doorgaat, dan loopt het verkeerd met je af. Dus een zwak filter dat helpt voor creativiteit. En als je achter de computer zit na te denken, dan slaat dat filter een beetje dicht. Als je onder de douche staat, gaat het een beetje verder open. Misschien moeten wetenschappers wat vaker douchen of wat minder nadenken misschien. Nou, nee, dat is wel heel belangrijk. Dat nadenken is wel heel belangrijk. Dat is toch wel de core business, zou gezegd. Experimenten ontwikkelen. Maar toch een beetje raar doen tussendoor. Een leuk voorbeeld van een rare gast is André Geim. Dat vreemde type, die Rus, die werkt een tijdje in Nederland. Kreeg een Nobelprijs onlangs voor het ontdekken van grafeen. Maar daarvoor had hij al een Nobelprijs gekregen omdat hij een kikker liet zweven. Kreeg hij de IG, de grappige Nobelprijs, voor. Artikel had hij samengeschreven, had hij gesigneerd samen met zijn cavia. En later, toen zat hij wat te spelen met een potlood en een plakbandje. En kon hij met een plakbandje kon hij een heel dun laagje koolstof van dat potloodpuntje halen. Dat was grafeen en daar heeft hij de Nobelprijs voor gekregen. En volgens hemzelf komen dat soort ontdekkingen bij hem altijd op vrijdagmiddagen die hij inruimt voor rare dingen doen. Dus een beetje raar doen kan geen kwaad. Nadenken kan ook geen kwaad hoor, maar een beetje. Je hebt het alle twee nodig. En de beste wetenschappers hebben ze het natuurlijk alle twee. En die kunnen goed redeneren, die kennen hun wiskunde, kunnen goede experimenten ontwerpen. Maar die hebben ook een beetje dat filter wat niet helemaal deugt. Waar er soms een raar ideetje binnenkomt. Meestal zijn dat slechte ideeën, maar heel soms zit er een hele goede tussen. Hetzelfde geldt voor muziek. Je moet niet alleen de intuïtie hebben, je moet ook gewoon het harde vakmanschap. Gewoon oefenen. Als je voor het eerst een viool aan een kindje geeft, dan. Het klinkt nog niet goed. Het duurt een hele tijd voordat daar een beetje een redelijk geluid uit komt. Je moet het vak kunnen
Maar de echte muziek heeft daar eigenlijk niet mee, die heeft te maken met iets anders. Met iets wat ongrijpbaar is. Maar het is zo dat dezelfde melodie, die kun je op het ene moment spelen en er is een niemendalletje. Het andere moment is het een aangrijpende melodie. En hoe dat komt? Het is in ieder geval zo dat als je erover gaat nadenken, dat het slechter wordt. Dat is wel grappig. En muzikanten die een cd opnemen, die gaan de studio in. Nou, je speelt een stuk, eerste keer, een paar foutjes in. Nog een keer proberen. Nou heb je die noot fout gespeeld en die kan iets zachter. Nog een keer proberen. Uiteindelijk heb je 10 versies. Volgende dag ga je eens luisteren. Dan was de eerste eigenlijk het beste. Bijna altijd. En dat is omdat als je erover gaat redeneren, dan raak je de magie kwijt. Hoe dat werkt, dat weten we niet. Dat is mooi. Dan kunnen we wetenschap aan bedrijven, kunnen we proberen uit te vinden. Vooralsnog moeten we doen met de kennis dat je in ieder geval alle twee nodig hebt. Je hebt die magie nodig, die associatie, die intuïtie en het harde vakmanschap. En de beste wetenschappers hebben het alle twee, de beste muzikanten hebben het alle twee, de beste componisten hebben het alle twee. Een mooi voorbeeld is de oude Bach, die heel technisch kon componeren, wiskundige structuren in zijn fuga's, maar hij kan ook hele simpele melodietjes schrijven, zoals de air die de meeste mensen wel kennen.